Waarom? Ik denk dat dat er gewoon in zat. Ik bedoel dat ik heb altijd getekend en geboetseerd en ik weet niet beter. Vanuit de kleuterschool was het tekenen en plakken en beeldjes boetseren, weet je wel. Allemaal dat soort kleine dingetjes en dat. Daar was ik eigenlijk ook het beste in. Ik kon leuk voetballen en ik kon ontiegelijk goed tekenen. En nou, tekenen en schilderen heeft het uiteindelijk gewonnen. En ja, je kunt dat niet meer laten. Dat zit gewoon, dat is gewoon je tweede natuur. Ik bedoel, en dan maar eens kijken wat eruit komt natuurlijk. En dat is eigenlijk het hele draaiboek van dingen maken. Dat doe je nog. Je zit nog om je heen te kijken, je verzamelt dingetjes op. En ja, dat is kunstenaar, denk ik. Je moet het ergens benoemen natuurlijk. Maar ja, dat is, ik denk dat het een beetje is. Voor mij dan hoor. En ik denk daar nooit zo over na hoor. Ik bedoel, ik begin gewoon en dan denk ik, nou, laat ik gewoon zorgen dat ik een goed ding maak. En die kunstenaar die komt wel. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon om je heen. En je hoort het wel van een ander. En dan ga je de academie op en dan krijg je natuurlijk ontzettend veel collega's die ook wat kunnen. En dan krijg je een beetje die competitie. Hè? Dat is wel gezond is dat hoor. Het kan wel eens keihard zijn. Maar dat is wel gezond. En ik heb natuurlijk mijn hele opleiding met Jan Reinders samen op de academie gezeten. En dat is altijd zo'n beetje doorgezet. En daar kwamen natuurlijk ook Gilles van Oosten tegen, weet je wel, die link naar is. En die heeft mij natuurlijk wel op het paard gezet ook. He, van zo moet je doen en hou dat in de gaten. En dat heb je halve leven, heb je dat hoor. Maar dat is toch wel heel belangrijk. Dit soort kleine zetjes, dat je toch denkt, nou, ik kan wel wat. He, en ja, dat is het voor mij het hele feest gebleken hoor. En hij heeft me altijd gevolgd ook. Hè? Dus als er wat in de krant stond of hij had wat gelezen of gezien. En dan belde hij me altijd even op. Mooi ding. Ja, gaat lekker hè? Ik zei, ja, gaat lekker. En die zetjes heb je toch nodig. Je gelooft wel in jezelf hoor, maar het is toch best leuk dat een ander ook eens even meekijkt. En tegen jou zegt, joh, gaat lekker. Gewoon blijven doen. In die opdrachtensfeer, ik heb de porselein fles, ben ik ontwerper geweest een paar nodige jaartjes. En daar had je natuurlijk keramiek. Nou, en daaromheen krijg je natuurlijk metseltechnieken. Hè, voor hoe ga je dat aan de gevel bevestigen? Je komt een architect tegen en die zegt, heb jij wel eens wat in beton gemaakt? En dan zeg je nee. En dan zeg je, nou, zou je dat voor mij willen doen? Nou, dan ga je informatie inwinnen. Hè? Dan zeg je, nou, dat en dat kan er. En dan hoor je van die architect wel of hij het met het ontwerp eens is. En dan zijn er ontzettend veel uitvoerders die rondlopen. Nou, die pikken dat altijd op. Dus je bent altijd bezig met vernieuwen in materialen. En wat je niet weet, ga je vragen. Want ik heb hele grote dingen gemaakt. Nou, die had ik nooit gemaakt zonder de ingenieur. Die zei, zoveel mag je erin, zoveel mag je eruit. Dan is die constructie goed. En zo werkt dat allemaal. En dan, ja, dan werkt je in, ik heb in brons, in baksteen, beton, granito, keramiek erg veel natuurlijk, plastic. Ik heb wel eens in steen staan hakken. Dus eigenlijk heb ik alle technieken gedaan. En tekenen en schilderen heb er altijd omheen gezeten. Dus wat ik boetseer of wat ik maak, dat teken ik ook weer. En dan denk ik ineens, hé, gaat lekker zo. En dan maak ik zo'n schilderij af. En het grote voordeel van schilderij is, dan kun je 10 jaar later nog een keer een haaltje aan geven. En met beelden, dat is klaar. Houten beelden, die staat in houten dan, dat is weg is weg. Dus alles wat je eraf slaat, ben je kwijt. Dus daar ben je heel anders mee bezig dan dat je met een keramische vorm bezig bent. Dan haal je wat je niet zint, dat haal je eraf. Dan zetten we iets bij. Nee, maar dat is technisch allemaal heel goed te doen. Kortenstaal, oh ja, ik zit net te kijken. Kortenstaal heb ik ook dingen ingemaakt. Ook gevraagd hoe dat moest. Bij een constructeur geweest en die heeft het allemaal uitgerekend. Nou, als je het zo doet, kan er uit een plaat, kan er zo'n vorm, dan kunnen we in elkaar lassen. Nou, en dan krijg je zo'n vakman en die begeleidt jou. En als hij het niet goed doet, heb ik het ook niet goed gedaan. Dus als je hele mooie dingen laat uitvoeren, dan zeggen ze een mooi ding staat daar. Hè? Maar als je dat slecht laat uitvoeren, dan heb je het ook gemaakt. En dan heb je het laatste werkje gedaan hoor. Je moet echt in dat wereldje moet je heel, heel alert blijven.
En mooi op tijd er zijn. S'morgens om 6 uur in de bouw of om 7 uur. Dan moet je er staan. En dan krijg je een timmermannetje of een metselaar. En die gaat jouw werk uitvoeren. En dan worden er mooie dingen uitgemaakt hoor, daarin. Dankzij hun ook natuurlijk. Kijk, tekenen, schilderen en dat soort dingen. Die technieken, die beheers je wel. Maar dit is altijd weer nieuw en dat is wel een uitdaging. En met je bronzen werken ook. Als je natuurlijk de prijs wil drukken, dan maak je zelf de mallen. Dus allemaal dat soort dingen. Alles wat je zelf doet, dat verdien je terug. En dat is het hele feest. Hè? Ik bedoel, en die technieken, alles is te leren. Het ligt alleen maar wat je prefereert. Hè? Dat je zegt, nou, ik kan me heel goed uitdrukken in klei of in tekenen, schilderen. Dat maakt voor mij niet uit. Als ik aan het werk ben, aan een werk, kan me niet schelen wat, dan moet het gewoon goed zijn. Dan wil ik het winnen van dat materiaal. Ik wil het altijd winnen. En ik altijd over mijn schouder meekijken, als het nou niet van mij was, hoe zou ik het dan vinden? Dat heb je natuurlijk ook in dat lesgeven, dat je iemand lekker ziet werken en die doet dan net iets te veel. Nou, dan trek je aan de bel of zie je, haal dat eraf of doe zus, doe zo. En dat doe je bij jezelf ook. Je doet precies hetzelfde. Ik bedoel, ik zit echt tegen mezelf te kletsen van, joh, zit je nou te doen, joh, klojo, weet je wel. En nou, zo werkt dat. Als je lekker alleen in je ateliertje zit, nou voordat zo'n beeld staat, nou dan heb je wel 3 keer de pest ingehaald dat het niet goed gaat. En dan denk je, nou dat weet ik wel, dat heb ik al eens gemaakt, maar het kan beter, het kan langer, dunner, dikker, noem maar op. Totdat het belletje gaat boven. En dan is het product klaar voor mijn gevoel. En dan heb je gelijk weer de volgende fase. Dat je denkt, hij mag wat langer de volgende of die andere doe ik wat breder. Je ziet met dit ook, je ziet al die variaties op een thema. En dat is wel heel fijn om te doen hoor. Want dit is een standaardvorm. Die heb ik in een mal gemaakt. Dus die heb ik steeds uitgedrukt en heb ik steeds andere vormen opgezet. Omdat je natuurlijk denkt, nou, hij kan dit, hij kan dat. Dus met deze is natuurlijk weer wat anders. Die is direct het hout gehakt. En daar ben je heel secuur mee hoor. Dat is, daar moet je heel voorzichtig. Dan zit je heel anders te benaderen dan dat je in klei werkt. En dat is eigenlijk, ja, ik vind dat nog steeds een feest om te doen. Deze werken die vind ik heel fijn om gemaakt te hebben. En die wil ik laten zien en dat lukt dan ook. En nou, Gilles, dat is altijd nog een signaal van vroeger, van eigenlijk het opleiden van tekenen en schilderen. En daar heb ik gelijk 2 jaar bij gezeten. En dat heeft toch je een zet gegeven en in een richting die je nog steeds denk ik wel benut. He, dat je naar kwaliteit kijkt. Ik vond die portretten erg mooi van hem. Dat heb ik nooit geweten hoor, als ik eerlijk ben. Dus je had daar les, wat was je, 18, 19, 20, zoiets. Nou, dat vond je dan meer dan genoeg, want je denkt wel straks de kroeg in. En we zien het verder wel. Dus je let er nooit op die mensen de werken. Dat lieten ze ook nooit zo zien. En dat heb ik later pas weer ontdekt. En ik toch wel mooi dat ik dat mannetje heb leren kennen. Dat, zo werkt dat. Ik heb daar op die wand ook nog een foto van hem hangen ergens, van zijn laatste tentoonstelling. En een totaal ander werk. He, ook, maar dat is ook zo doorontwikkeld. En dat is natuurlijk verdomd mooi om te zien. En dat is met je eigen werk ook. Ik probeer deze beelden zo stil mogelijk te houden. Want er gebeurt al genoeg. He, dus je probeert een lijn te zoeken. En dat is een soort discipline van, ik mag er niet uit. Dat geef je jezelf een beetje. Je wil die beweging strak houden. En je denkt, daar moet ik binnen blijven. En dat is gewoon een discipline aan jezelf. Dus je kunt ook zeggen, ik neem 3 broodjes klei. En meer krijg je niet. Daar moet je het van doen. Want als je natuurlijk een schilderij maakt, dan ben je ook, in dat kader moet je werken, je kan er ook niet uit. En dat is natuurlijk het werk wat je jezelf een beetje oplegt, die discipline. Hè? Die lengtes die je zoekt en dat die mooi slank blijft, zo'n voetje mooi zit, weet je allemaal dat soort hele kleine dingen. Maar dat heb je altijd een keer geleerd. Met je model tekenen, hoe het in elkaar zit en dat je dat vlekkeloos in elkaar zet. En daar heb je de tijd voor nodig. Ik ben al een paar jaartjes bezig. Als ik het nu niet kan, leer ik het nooit meer, weet je wel. En dat is gewoon heel fijn om te doen. En Gilles, dat is dan, daar ben ik weer over nagedenken toen in die confrontatie kreeg met die schilderijen van hem. Die vond ik erg mooi hoor. Heel mooi. Had ik nooit gedacht. Dat zei ik net ook al, maar dat is wel leuk om te zien. En dan, daaromheen gebeurt er van alles.
Want ik ben ooit bij Rudy Rooijakkers geweest in zijn atelier. En toen, nou, daar heb ik niet van kunnen slapen. God, dat atelier in zo. Helemaal vol met beelden. Nou, daar kon ik niet meer van slapen. Ik denk, dat wil ik ook. Nou ja, en ik zit er net tussen, dus heerlijk toch. Nou, dat mensen het klakkeloos accepteren. Ik bedoel, als jij iets hebt gemaakt in een gebouw of ertussen of erop, noem maar wat op. En iemand die zegt, wat doe jij al zo? En dan zeg jij van, nou, ik heb dat gemaakt daar. En oh, ja, dat heb ik gezien. Oh, wat leuk. Weet je wel, dus, maar dat is zelfs met een architect. Je komt een gebouw binnen. Of je vindt het een prettig gebouw of niet. En dat merk je, dat voel je. Nou, en dat heb je natuurlijk met kunstwerk ook. Dat heb ik zelf ook als ik in de auto zit en ik rij ergens hard langs. En dan denk ik, geen mooi ding. Eigenlijk is het dat, hè? Dat je zegt, dat je moet signaaltjes in een wijk zetten of in een gebouw, wat je prettig vindt. Dat je zegt, hey, dat mooi ding eigenlijk. Hè? En dan gaat het er helemaal niet om of je het direct snapt. En dan kom ik weer terug met dat uitvoeren van die timmerlui en die bouwerij. Die hadden nog nooit wat gezien. Maar toen dat klaar was, toen zei ze, heb je nog meer van dat werk? En toen was hij met zijn vrouw zondags gaan kijken. Hij zei, heb ik nog nooit gedaan. Ik zei, nou, we hebben in ieder geval een goede beurt gemaakt. Maar zo werkt dat een beetje. Dat heb je zelf ook. Hè? Je gaat naar dingen kijken waar je ontiegelijk veel plezier aan beleeft. Dat je, mooi is, mooi, mooi. En ik denk dat dat voor die maatschappij heel belangrijk is. Haal het allemaal maar weg. Dat als iets weggaat, dan zeggen ze, wat zonde dat weg is. Ik zeg, staat er 20 jaar. Oh, heel raar. En je hebt ook mensen die verafschuwen het, hoor. Die beginnen gelijk te schelden dat dienstencentrum is afgebrand. En dan betalen ze wel zoveel geld voor zo'n kunstwerk, weet je wel. Maar dat is het rare wereldje waar je in leeft. En daar word je keihard in, hoor. Dat leer je wel. Ze bekijken het maar. Als jij een opdracht krijgt en dan zegt die opdrachtgever, nou, dit en dat wil ik hebben, dan luister je goed naar. En dan vul je het in naar vermogen en dan denk je, nou, zo wil ik het maken. En dan gaan we nog eens een keer om de tafel zitten en dan hoor je wel ja of nee. En als het uitgevoerd wordt, dan heb je toch een beetje het gevoel al dat ze het accepteren. En dan maak je een mooi ding, hoor, dan heb je lef. En als ik nu wat maak, dan als het niet goed is, is het mijn schuld nu. Kijk, 10 jaar terug, dan deed je nog wel eens wat water bij de wijn. Dat je denkt, nou, ik wil die opdracht toch hebben, weet je wel. Dan had je toch dat ze een figuurtje erop wilde hebben. Het kindje moest naar school gebracht worden met een hondje erbij. Dan denk ik, gadverdamme. Maar die fase ben je voorbij. Dus nu, als ik nu wat maak, dan staat het er. En is het mijn schuld als het niet goed is. Helemaal waar. Henri Moore in ieder geval. Want ik weet wel, ik heb les gehad van professor Wenckebach en die zei, ik ga van de Henri Moore kijken, dat was ik dan, weet je wel. En dat vond ik toen best aardig, hoor, maar dat moet wel een keer ophouden. Maar Moore heb ik altijd erg mooi gevonden. Brancusi, Lipschitz, Arp, dat zijn dan de grote, weet je wel. Maar die kom ik ook altijd weer tegen. Waar ik ook naartoe ga, denk ik, dat is een Lipschitz. En ik, gewoon mooi, dat trekt me. En dat houdt je aan de praat, dit soort dingen. En dan probeer ik daartussen door mijn eigen werk te maken. Maar altijd heb je een link, daar zal ik het snelst ook naar grijpen. Als ik eens in de commissie zat ook, dan moet je altijd mee oppassen. Daarom doen commissies de laatste 10 krijgen een schetsontwerp, worden er 3 uitgekozen. Want je zit heel snel te focussen op je eigen werk. Wat je natuurlijk, waar je mee bezig bent, dat vind je mooi van vorm, dat doe je ook je best op. Dat heb je natuurlijk het beste door. En dan moet je altijd uitkijken dat je daar niet voor kiest. Dus daarom moet je met een man of 10 in zijn commissie zitten. En de laatste 3 krijgt dan de opdracht. Dat heb ik vaak al meegedaan. En ook aan de andere kant van de tafel. En ik heb altijd de pest in, maar als het niet doorgaat. Maar 1 van de 3 krijgt dat dan. En dat is het wereldje waar je een beetje in zit. Hè? Dat je, nou, ik wil hem hebben, die opdracht. Wat ga ik nou doen? Hoe los ik het op en hoe maak ik mijn ontwerpje en hoe laat ik dat zien? En dan refereer je altijd aan iets wat je misschien een keer gezien hebt. Ook misschien bij jezelf, weet ik niet. Want je hebt ook wel eens dingen dat je denkt, nou, dat heb ik al gezien. Ik bedoel, je moet luisteren, er zijn
Ik weet niet hoeveel mensen die hier werken. En dan, ja, dan loopt altijd wel iets synchroon hoor. Dat je, want ik zit nu ook, belden ze me uit Wageningen, dat ze dachten dat ik iets had gemaakt daar, maar ik heb dat helemaal niet gemaakt. En daar kreeg ik naar documentatie van, het zou kunnen in de verste verte, maar zelf zie je direct dat het niet van jou is. Zie je gelijk. Dat is dat als ze het midden in de Sahara wat vinden, dan weet ik of het van mij is of van een ander. En mensen die mij volgen, die weten dat ook. Die weten precies van dat is van jou en ze zitten er niet meer naast hoor. Misschien gaan ze eruit.